Suriname, ook wel het bruisend hart van de Amazone genoemd, ligt in het noordoosten van Zuid-Amerika aan de Atlantische Oceaan. De oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn de Indianen, ook wel de inheemsen genoemd. De bevolking van Suriname is een mengeling van bevolkingsgroepen en culturen afkomstig uit verschillende werelddelen. Een doorsnee verjaardagsfeest bewijst hoe de verschillende bevolkingsgroepen, ondanks hun diverse etnische afkomst, in harmonie met elkaar kunnen feesten. Mede door de invloed van de verschillende culturen staat Suriname op culinair gebied bekend om haar zeer gevarieerde keuken. Een typisch Surinaams volksvermaak zijn de zangvogelwedstrijden die op de zondag vroeg in de ochtend worden gehouden. Vogelliefhebbers gaan dan onderling de strijd aan over wie de beste zangvogel in zijn bezit heeft. De avondvierdaagse, wandelmars ook genoemd, vindt altijd plaats in de periode april. Het is een vrolijk en sfeervol gebeuren dat gepaard gaat met veel muziek en dans. Het is een vrolijk en sfeervol gebeuren dat gepaard gaat met veel muziek en dans. Een leuk souveniertje om als herinnering aan Suriname mee te nemen is een foto van u in originele klederdracht. Er zijn diverse tour operators die u kunnen informeren over de verschillende excursies die u in Paramaribo en omgeving en ver daarbuiten kunt maken. Een echte aanrader is een helikoptervlucht boven Paramaribo. Het is een buitengewoon leuke manier om binnen een kort tijdsbestek Paramaribo en omgeving vanuit de lucht te bezichtigen. Zo vliegt u over de imposante Suriname rivier en over het aan Paramaribo grenzende district Kommewijnen. U ziet onder andere ook het plaatsje Matapica, dat rijk is aan kustvogels en bekend is om de beroemde legstranden voor zeeschildpadden. Hier maakt u kennis met de typische Maron-cultuur. U mag als toerist eventueel ook gezellig meedoen met een drumoptreden van de dorpsbewoners. Verder is een optreden van de kinderen uit het dorp heel leuk om te zien en vaak een van de hoogtepunten van de dag. Verder naar het vakantieoord Awaradang. Een warme ontvangst brengt u direct in de goede vakantiesfeer. U geniet meteen van een buitengewoon relaxte sfeer, waarbij de geluiden uit de natuur u zeer zeker zullen intrigeren. Het enige wat je moet doen, is op het moment dat je boven komt, naar buiten zwemmen. Niks anders. Het Kabalebo-gebied is een uniek gebied. Het is malaria-vrij en volkomen onbewoond. De enige bewoners zijn de vele diersoorten die er voorkomen. Dit gebied is werkelijk van ongekende schoonheid en zeer divers aan vegetatie. De oogverblindende natuur zal een onuitwisbare indruk op u achterlaten.
Dit maagdelijk stuk oerwoud is een waar paradijs voor natuurliefhebbers. Het natuurreservaat Tafelberg is gelegen in het geografisch centrum van Suriname. Dit gebied ligt diep in het oerwoud en is vrijwel onbewoond. Vooral voor ecotourisme is dit het gebied bij uitstek. U kunt het gebied bereiken via de Saramaka-rivier of per vlucht. De Tafelberg is met zijn 1026 meter boven de zeespiegel een van de hoogste bergen in Suriname. Kenmerkend voor de Tafelberg zijn de vele plantensoorten, de stroomversnellingen en de indrukwekkende watervallen. Als u straks weer in uw eigen woonomgeving bent, zult u met heimwee terugdenken aan deze bijzondere vakantie. Een vakantie die u uw hele leven zal bijblijven. Tot slot wordt u op een traditionele manier gezegend voor een goede en veilige terugkeer huiswaarts.